zijn de gierende banden uit Need for Speed. Binnenkort mogen PC-spelers dan eindelijk ook aan de slag met een opgepoetste versie van de consolegame. Eergisteren zijn we bij EA Games langs geweest, waar we uitgebreid de kans kregen om de game alvast te testen. In Need for Speed voor de PC zit een aantal nieuwe features die de consoleversie niet heeft. Ten eerste zullen alle toegevoegde content en patches die momenteel in de consoleversie aanwezig zijn, in de PC-versie zitten. Ook zal alle toekomstige content, die overigens gratis voor alle spelers is, ook worden toegevoegd. Vervolgens bevat het spel, zoals je van andere PC-games ook gewend bent, uitgebreide video-customization settings, is er geen FPS-lock en zal 4K-resolutie ondersteund worden. Dit zodat je Need for Speed in Ultra HD kan beleven. Hoe vet is dat? Over de belevenis gesproken wordt ook support voor randapparatuur als racesturen en pedalen aangeboden. Tevens is er een optie om met je voertuig handmatig te schakelen. Deze laatste twee features zullen naar alle waarschijnlijkheid ook op de consoles worden toegevoegd. Wij testen de game in een playseat met een stuur en pedalen, waardoor we onszelf bijna zelf in de cockpit waanden. Need for Speed is vanaf 17 maart te downloaden op Origin en gaat €60 kosten. Als jij nou wilt weten wat wij van Need for Speed vinden, vind je hieronder een beschrijving met een link naar onze preview op IGN.